Van Akiol in de wandelgangen, ook wel luis genoemd, wierp zich op als de brengen van nieuw bewijs over Matthijs van Nieuwkerk zijn wangedrag. Eus beweerde stellig dat er een schandalig filmpje van Matthijs in omloop was. Een filmpje zo gruwelijk dat het de vriendschappelijke banden tussen de twee voorgoed zou verscheuren. Er circuleert een filmpje waarop Matthijs zich van zijn meest monsterlijke kant laat zien, al huis. Maar wat bleek, het filmpje was nergens te zien en al snel dacht iedereen, inclusief Johan Terksen, dat hij sloog. Maar vandaag deelt Yvonne Coderweyer opeens een filmpje van Matthijs wat thuis gezien zou hebben. Laat ons maar meteen onthullen dat het werkelijke schouwspel ver van dit nachtmejachtige scenario is wat thuis beweerde. Het bewuste monsterlijke filmpje bleek niets meer dan een slap aftreksel van de sensatie die beloofd werd. In werkelijkheid gaat het om een fragment waarin Matthijs, hooguit geïrriteerd, vraagt om een cartoon. Monsterlijk. Ver van. Ongezellig. Misschien. De kwestie dikt verder aan wanneer Yvonne Koddeweyer met een sceptische wenkbrauw reageert. Us, lieverd, is dit dat beruchte filmpje? Haar speurtocht onthult dat het zogenaamd schok in de filmpje gewoon deel uitmaakt van een documentaire 2015. Een simpele miscommunicatie? Of een opgeklopte storm in een glas water? Of wilde naar zijn maat keihard naaien? Us, zo lijkt het, heeft zich laten meeslepen in een wervelwind van geruchten en heeft in een poging zichzelf te distancieren van de vermeende wandaden van zijn vriend. De plank volledig misgeslagen. Yvonne Codewijer ontmaskert, dus heeft dit gebruikt om zijn vriend de rug toe te keren. Er blijkt geen ander filmpje te bestaan. Dit incident onthult de ware aard van huis. Wie heeft behoefte aan vijanden, als je vrienden als deze hebt? In een slotakkoord dat klinkt als de zwanenzang van een gevallen held wordt huis door Evert Chanté goed bestempeld als een verrader van het ergste soort. Een schaamtevolle episode die juist liever achter zich laat, maar die ongetwijfeld als een schaduw aan hem zal blijven leven. Wat een afgang, verzucht hij vonden.